het woord aan de beide trainers. En allereerst die van onze gasten, Telstar. En dat is Mike Snoei. Ja, die natuurlijk met een heerlijk gevoel hier zit. En dat was in de rust wel anders. Dus ja, een heel ingewikkeld verhaal op gaan hangen, maar dat doe ik niet. We hebben onze verantwoording genomen in de rust. Met name met twee aanvoerders en Ondaan hebben we behoorlijk een aantal spelers op aangesproken dat we zo niet aan de vierde periode kunnen beginnen. We hebben juist zo toegeleefd met drie prachtige overwinningen naar deze wedstrijd. En dan begin je zo. Ja, dat is teleurstellend. En wat je dan de tweede helft ziet, ja, dat is heel apart. Dan dat juist Den Bosch de eerste helft deed, gingen wij doen. Net even ietsje scherper, ietsje feller in duels. Ja, en Den Bosch, en dat is een natuurlijke reactie, die ging een stapje minder doen. En ja, dan moet je het geluk hebben met het scoreverloop. En dat hadden we ook. Met een strafschop, wel of niet. Hè. Nou ja, dat gebeurt. Dan is er eigenlijk nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Alleen, ja, je ziet dat er dan toch wat onzekerheid in hun ploeg sluipt. En door wat hoger te verdedigen en wat agressiever druk te zetten, hebben we best wel veel fouten afgedwongen bij de tegenstander. En daardoor een paar prachtige goals gemaakt. En, ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Dit is een hartstikke leuke reclame voor Telstar, omdat het ook op tv was. En wij proberen nog wat. Den Bosch gaat gewoon de play-off spelen. En wij moeten nog alle zeilen bijzetten om het te proberen te halen. Maar ja, we zijn redelijk tot goed begonnen aan deze vierde periode. Dus tevreden. Dank, Mike Snoei. Wil Boesen? Ja, er gebeuren wat dingen in een voetbalcarrière, een trainerscarrière. Op zich maakt het niet uit. Wat Mike zegt terecht, het regende fouten. Aan onze kant. En dat was niet alleen te zien aan de passing, maar het was ook te zien aan de bezetting. De restverdediging achterin. Achterin lagen te veel gaten. Hun zetten iets hoger druk op de zijkant, omdat onze zijkant vrij veel vrijheid had om de voortzetting aan te voeren naar de aanval toe. Ik denk dat we een heel goede eerste helft spelen. Maar het schijnt dat ik onder rust iets anders heb gezegd. Maar ik kan een heel groot verhaal hangen. Ik ben volledig verantwoordelijk voor deze nederlaag. Ik ben coach, ik neem die verantwoordelijkheid ook. Ik heb nog steeds niet de uitkomst gevonden om spelers daar neer te zetten of te motiveren of in ieder geval het zelfvertrouwen te geven. En daarom ben ik volledig verantwoordelijk. Ik zal altijd spelers beschermen. Dus iedereen mag mij aanvallen tot op het bot. Ik kan er heus wel tegen hoor. Ik heb al voor ergere vuren gestaan. Dus, deze nederlaag is op mijn konto. Meer wil ik niet zeggen. Dankjewel. Dank, Wil Boesen.